Een hele goede middag allemaal en welkom bij alweer een nieuwe Twitch. Dit keer zitten we bij Bibliotheek Amsterdam in Amstelveen. En gaan we het zo meteen hebben over de Maakplaats. Maar we eindigen nog met een aantal kleine nieuwtjes. Maar eerst gaan we eigenlijk gewoon weer, net als de vorige keren, lekker in gesprek. Ik zit al in een mooie omgeving. Achter me zie je al dat ze van alles hebben uitgestald waar we het nog over kunnen hebben. Ik zit ook precies voor de banner. Dus we gaan er weer een interessant gesprek, denk ik, van maken. Maar eerst zal ik ze aan jullie voorstellen, want naast me zitten Gertrude en Marjolein. Allebei werkzaam bij Bibliotheek Amsterdam. Nou, kunnen jullie iets over jullie zelf vertellen, wat je hier precies doet en waar we eigenlijk zitten, waar we mee aan de slag gaan dan praten? Ik heet Marjolein van der Aar. Ik werk inderdaad bij de Bibliotheek Amsterdam als leesmediaconsulent. En sinds 2019 bij de Maakplaats. Dus ik ben betrokken geweest bij het opzetten van de Maakplaats en nu coördinatie. Ik kan je wel wat meer vertellen over wat we allemaal mee hebben genomen, maar ik denk dat beter eerst Gertrude zich kan voorstellen. Ja. Ik ben Gertrude Hoogendoorn, ik ben de manager educatie en programmering bij de BIEB. Sinds 2017 ben ik hier. En in het team educatie en programmering, het woord zegt het al, zit zowel educatie als programmering. En de Maakplaats is eigenlijk onze eerste crossover die we hebben neergezet. Die heel veel kansen biedt om verdere partnerschappen aan te gaan. Dus daar gaan we het zo over. Leuk, klinkt veelbelovend. Ik ben benieuwd. Je zei het al, Marjolein, je kan al meteen wat vertellen over wat we hier hebben, wat je ermee doet. Wat heb je allemaal neergezet? Om te beginnen, zoals je op de banner misschien kunt zien, ik weet niet of het wel zo. Hebben we vier verschillende thema's in onze maakplaats. En dat is maken, het fysiek maken. Dus daar gebruiken we zeg maar die borstelbordjes en make-do voor digitale verhalen. Nou ja, daar heb je de iPads voor nodig. En we hebben wat Lego om verhalen te maken. En we hebben een greenscreen om verhalen te maken. Lego-educatie hebben we als een groot onderdeel van onze maakplaats. Dus we hebben Lego WeDo, Lego Mindstorm zie je daar ook staan. En voor de kleinste hebben we nu verschillende soorten robots zijn we mee bezig. Eigenlijk was er niet echt iets op het gebied van Lego en robotica voor die allerkleinste. Dus we hebben wat andere soorten robots voor de kleinste. Maar er is nu wel eentje, een soort Botsies heet die. En dat is een soort Duplo robot. Dus daar zijn we nu aan het kijken of we die misschien voor de kleuters kunnen gebruiken. Die ken ik zelf ook nog helemaal niet zo goed inderdaad. Maar is het dan ook programmeerbaar of is het in elkaar bouwen? Ja, het is een soort augmented reality. Dus je moet met de tablet op de robot richten. Okay. En dan kun je met knopjes kun je hem programmeren. Dat is echt wel een leuke robot. En de laatste robotica, daar hebben we de Dash robot. En die robot voor kleuters, dus een potje bij en de rups. En we hebben ook nog een. Heette die ook alweer? Vergeet ik het net. De Microbit. De Makey Makey. De Microbit. Ja, dus die staan er ook nog bij. Ja. Jullie hebben flink wat verzameld de afgelopen 3 jaar, dan is het ondertussen. Ja, klopt. En hoe zijn jullie destijds gestart? Waarom zijn jullie eigenlijk gestart met te maken? We zijn gestart. Ik kwam hier in 2017 en in 2018 kwam ik wat maakplaatsen tegen. Nog niet per se bij Biebs, maar ik vond het gewoon ontzettend leuk gegeven. En toen ben ik gaan kijken, want we hadden het niet gebudgeteerd binnen het MT. Ben ik met iemand van de Rabobank en de gemeente naar de Waag Society gegaan. Mm-hmm. En toen hebben we 2 workshops, dus heel goedkoop, van de Waag Society hier kunnen krijgen. Omdat we het echt wilden uitproberen. Er was nog best een gedoe met een ziekte en het ging even niet door. Dus het was niet dat waanzinnig vloog, maar het maakte wel naar meer. En rond die tijd werkten we met een aantal scholen echt al een jaar of 3 samen aan de bibliotheek op school. En wilden we eigenlijk ook steeds meer naar die digitale geletterdheid. Ja. Toen kwam er via ProBibio de kans om met Lego bij scholen wat dingen uit te proberen. Toen zijn we naar de scholen waar we het meest mee werken. Eigenlijk hebben we gevraagd, hebben jullie docenten zin om een keer een workshop te komen doen? Wat vind je ervan? Ja. Dus op die manier hebben we dat uitgeprobeerd bij een paar vertrouwde scholen. En dat was ook zo'n succes dat we toen keuze hebben gemaakt binnen het MT eind 2018 van oké, we maken wat geld vrij en we gaan gewoon opstarten. En daar hebben we ook hulp van extern bij gehad. We hadden het net over, samen heeft daar bij geholpen, Marjolein en ik. Toen zijn we eigenlijk voorzichtig lijnen uitgewerkt en
zijn we begonnen. Want je zei een succes op de scholen. Wat maakte het tot een succes? Waarom sloeg het zo goed aan? Nou, de vraag was echt van zie je dit als een toegevoegde waarde? Want we hadden natuurlijk al bepaalde lessen en die zaten ook wel tegen mediawijsheid aan. En dus een beetje tegen digitale geletterdheid, maar niet helemaal. We hadden al gesprekken niet alleen over lezen, maar ook over media. En met dat haakje media hebben we echt heel erg gekeken, zou dit wat zijn voor jullie? En ja, dat landde wel bij school. Goede reacties aangebracht. Ja, we hebben het eerst als een soort pilot gedaan op de scholen. Toen hebben we aan alle scholen waar we mee samenwerkten ook echt een enquête gedaan. En uitgevraagd gewoon van waar heb je dan het meest behoefte aan? Wat voor soort lessen zouden dat dan moeten zijn? En daar kwam eigenlijk heel veel, ook juist die Lego workshops die we dus gaven, kwamen steeds als meeste naar voren. En nu merken we dat die digitale verhalen maken ook heel veel positieve reacties krijgt en daar veel vraag naar. En probeer ik ook telkens nieuwe technieken toe te voegen, dat het wel een doorstromend iets blijft? We hebben met de start, Marjolein lichtte net al de lijnen toe, hebben we heel bewust vier duidelijke lijnen gemaakt. Mm-hmm. En zijn we niet heel vet gaan investeren in allerlei dure apparaten, want we hadden wel gezien dat bij sommige bieps een duur apparaat naar binnen werd gehaald en waar vervolgens niemand meer iets mee deed. We hebben direct heel erg gedacht, we moeten leerlijnen maken en we moeten kijken binnen die vier thema's welke doelgroepen je hebt. We hebben drie doelgroepen qua leeftijd en daar moeten we bepaalde thema's. Zodat je in elk geval in een x aantal maanden voor bepaalde thema's, voor bepaalde doelgroepen iets hebt te bieden. Ja. En zodat ze weer terug kunnen komen. Dat is dus eigenlijk steeds uitgebreid en dat hebben we ook steeds in jaarplannen gezet. We hebben gezegd, nu gaan we focussen op productontwikkeling, dat betekent een nieuwe lijn. Of we gaan juist focussen op marktontwikkeling. Dat betekent dat we bijvoorbeeld eens naar BSO's gaan kijken met dit aanbod. We hebben steeds de markt iets verbreed en het aanbod iets verbreed. Maar de 3D-printer is er. Die is er nog steeds. Nee. Lasersnijders ook niet. Dat zijn die grote apparaten die vaak uiteindelijk stil komen te staan, inderdaad. Ja. En nu heeft onze cultuurpartner in Aalsmeer inderdaad een stilstaande 3D-printer. Ja. Dus ik dacht wel pas toen ik hem sprak, misschien moeten wij eens kijken. Maar als hij stilstaat. Ja. Maar dat zijn inderdaad de wat moeilijkere. Er hangt heel veel omheen vaak met het bijhouden inderdaad. En ook het printjes maken, dat is zo'n gedoe. Ja. Dat, als je een hele andere mooie programmering hebt staan en je hebt daar voldoende aan. Ja. Ja, maar er zit dus echt continu beweging in. En dat we ook kijken, oké, je hebt te maken met vervanging en je hebt te maken met uitbreiding. Ja. En kijk naar bijvoorbeeld die digitale verhalen. We zijn op een gegeven moment ook BSO's gaan benaderen. En daar hebben we gedaan wat we ook al met scholen deden, enquête. Hebben met de BSO's hebben we een workshop gehad, of eigenlijk een brainstorm met één grote organisatie waarvan verschillende locaties en mensen zaten die echt daarmee bezig waren. En op die manier hebben we ook weer aanbod ontwikkeld. We doen veel in de vakantie. Maar we merken ook dat we bijvoorbeeld met zomerscholen en pilots in de wijk ontzettend goed vallen bij kinderen en bij partners met die digitale verhalen. Onze manier om echt weer andere doelgroepen te vinden op plekken waar we anders niet waren. Het klinkt heel groot. Hoeveel plek neemt het bij jullie in de BIEB in? Qua uren, werkzaamheden, heb je vrijwilligers ervoor? Of... We hebben er geen vrijwilligers voor. We hebben dat wel overwogen. Maar als je kijkt naar de vrijwilligers waar wij hiermee werken, dan zijn het toch over het algemeen wat oudere mensen. En we wilden echt die stabiliteit en ook die lol die je kan hebben als je dit doet bij de eigen medewerkers. Dus we hebben behalve Marjolein nog een aantal media consultanten, maar Marjolein is echt heel erg hierop gefocust. En daarnaast hebben we nog mensen voor informatie media die op de vloer staan en ook lessen geven en ook helpen met. En daar heeft Marjolein echt een aantal van bij elkaar in het maakplaats team. Dus echt wel een harde kern die wekelijks bij elkaar komt en dingen voorbereidt. Okay. Dan, dan bespreken we heel praktisch van wat moet er allemaal gebeuren, wie gaat wat doen. We zijn nu met vijf mensen die samen het maakplaatsteam vormen. Maar we zijn hier niet fulltime mee bezig, het is allemaal naast. Ja, we hebben allemaal andere werkzaamheden daarnaast. Dus geen voltallige kracht die alleen in de maakplaats zit. Nee. Ik denk dat jij het meeste uur en de rest heeft een paar uur in de week. Ja, maar dat zit dan weer niet in uitvoer.
programma maken en ontwikkelen en coördineren. Om te zorgen dat alle materialen op de goede plek zijn. En dat alles, bijvoorbeeld als er 's ochtends een les is op een school, dat het 's middags dan naar een BSO kan. Ja. Daar zijn we best druk mee. Dat zijn flink uurvretende activiteiten. Ja. En hoe landt het verder in de bibliotheek? Is iedereen mee met de maakplaats? Of is er nog wel eens twijfel bij sommigen waarom de maakplaats in de bieb zit? Nee, ik denk niet dat er twijfel is. We hebben ook van het begin af aan heel duidelijk gezegd dat geletterdheid, hè, we hebben bieb is voor geletterdheid en dit is dan digitale geletterdheid. Dat ook de rode draad nog verhalen zijn. Je ziet ook een paar boeken daar staan, of één eigenlijk nu. Ja, dus in beeld. Ja, net maar een, beeld. Een workshop begint ook vaak met een boek gewoon. Okay, en daar gaan kinderen verder op bouwen. Ja. Dus de discussie waarom doen jullie dit? Zonder weinig gevoel. En we merken ook dat het ontzettend leuk is. We hebben hier een paar grote musea in de buurt. Museum Jan en het dat we met de maakplaats contour kunnen gaan naar die musea. Daar hebben ze ook een educatie. En als ze daar bijvoorbeeld een school hebben, zo. Destijds had Blauwtsoen muziek gemaakt bij schilderijen van Polken. Dachten wij, hé, daar zou je een Makey Makey workshop bij kunnen doen, waarbij je ook muziek gaat maken. En er was een Liechtenstein tentoonstelling. Nou, daar passen heel goed digitale verhalen bij, hè, met die tippeltjes. Dus je merkt dat het ook door andere instellingen ook helemaal niet daar gevonden wordt dat de bieb dit doet. Dat ook gewoon heel erg past. En hebben jullie een idee dan hoe dat geland? Want je hoort vaak nog wel dat mensen denken, goh, waarom moet zo'n maakplaats nou bij een bibliotheek zitten? Ja, het gaat hier om leesvaardigheid en boeken. Ja, maar ik denk dat dat heel erg zit in je marketing. Hè? Omdat je bij me natuurlijk om heel erg, sowieso zit ook in het nieuwe convenant. Het zit heel erg ook in die digitale geletterdheid. En dat dragen wij eigenlijk jaren heel erg uit met het team en ook met de bieb als zich. Nou, goed om te horen. Ja. Leuk dat en we hebben natuurlijk ook, omdat we het zo klein hebben opgepakt, hè, we hebben niet heel veel geld bij de gemeente of zo extra. Wij dachten, wij gaan iets kleins beginnen en dan laten we zien dat het er heel erg bij past. Ja. Misschien inderdaad, als jij zegt, goh, we willen iets nieuws en we hebben heel veel extra geld nodig, dat je wel die vraag krijgt. Kan ik me voorstellen. Ja, want nu doen jullie het ook eens dan ook begroten voor de rest van het jaar of halen jullie fondsen erbij? Nee, het is eigenlijk gewoon in de vaste begroting. Maar we hebben het wel eens gehad hoor, over van stel dat we nou ergens nieuw gaan beginnen, zou je een keer een fonds. Maar we zijn weer zo klein bemenst, dat dat voor ons weer normaal. En we gebruiken natuurlijk ook materialen van ProBibio bijvoorbeeld om onze eigen materialen aan te vullen. Ja. Als het dan heel goed bevalt, dan schaffen we het als het kan zelf ook aan. Dat hebben we nu ook al een keer gedaan, omdat we merkten van nou, wij willen het eigenlijk vaker kunnen inzetten dan dat we de box kunnen lenen eigenlijk. Ja. En dan hebben we hem zelf. Dus dat gebruiken we ook om onze aanbod te doen. Hetzelfde met Hackshield. De gemeente, we werken heel veel met de gemeente al op sociaal domein, educatief en cultuur. Maar nu kwamen we ook met, wat was het? Orde en veiligheid, denk ik. Ja, de ambtenaar voor veiligheid kwam bij ons op het Hackshield. Ja, die vroeg of die kwam daarmee Die zei, kunnen jullie ons helpen om het bij scholen te verspreiden? En we willen hem ook heel graag hier in de maakplaats een keer doen. Toen is inderdaad de lokale agent ook langsgekomen. Wat leuk. En die gemeenteambtenaar die had hier geld voor. Die heeft uiteindelijk het hek aanschap af wat Oba samen ontwikkeld. Ja. Dus dat zijn ook mooie partners. Wat eigenlijk een soort werving is, maar dan in natura. Ja. Maar uiteindelijk gaan we dat wel in het educatieaanbod aanbieden voor scholen en niet per se in de maakplaats. Omdat het niet echt, bij Hackshield ga je niet echt iets maken. Het is meer, je gaat echt een soort speurtocht door de bieb doen. Dus het valt een beetje buiten jullie regulier. Ja, nou voor ons niet helemaal, omdat we natuurlijk educatie en programmering zijn, hebben we al zoveel van die crossovers. Dus het is, daarom valt hij er wel heel goed bij. Ja. Maar hij zit nog dicht of hebben jullie hem al uitgeprobeerd? Nee, we hebben hem nog niet uitgeprobeerd. Okay. Maar hij staat ook nu pas in het nieuwe aanbod. Maar we wilden het eerst in de zomer even met ons eigen personeel gaan uitproberen. Ja, natuurlijk. Dat is wel een hele leuke, dat je hem met eigen personeel uitprobeert. Maar dat hebben we hier helemaal in het begin natuurlijk met de maakplaats ook gedaan. Hè? We hebben een workshop aan het hele, iedereen aangeboden om met de materialen die we toen hadden om eens te gaan proberen, dat ze ook weten. Of iemand die helemaal niet
in de maakplaats werkt of er niet mee in aanraking komt. Wat is dat? Werken al die materialen? Ja, en toen werd er nog wel een beetje giechelig gedaan, hoor, dat mensen langskwamen en zeiden, oh, zitten jullie de hele dag in Lego, hè? Ja. Op een gegeven moment... Lekker spelen met robotjes en knutselen. Ja, die hoor je ook nog. Maar wat we er wel in houden altijd, is de bootcamps in de zomer. We zijn net, we hebben Lees Media consulenten, maar er zijn ook collega's die ook media zijn, die ook lessen uitvoeren. Om de nieuwe lessen, en zeker de letterrijlessen, om die van mensen goed voor te bereiden, dat ze die doen, hebben we in de zomer eigenlijk altijd een boek bij heel veel van digitale letterrijlessen centraal staan. Klinkt als iets heel sportiefs, maar dat is het. Het is deze gewoon eigenlijk dat je met z'n allen gewoon alles even zelf gaat proberen. Ja. Zodat je weet hoe het goed werkt. Wel heel waardevol. Ja, het lijkt me echt top inderdaad. Dan staat iedereen er ook achter. Ja. Omdat je weet hoe het werkt, waar het voor dient. Ja. Ja, als je dat elk jaar doet. En we hebben ook door de leeftijdsopbouw van de adviseurs informatie en media, en is er veel uitstroom geweest. Dus ook veel instroom. En ik denk dat dat ook wel helpt. Dat je mensen hebt die gewoon al zeggen, oh, dit hoort erbij. En ik heb wel affiniteit met die dingen. En dat moet je natuurlijk ook hebben. Ja. Als je het allemaal eng en spannend vindt, dan gaat het nooit vliegen. Ja, maar vaak hoor je bij bibliotheken dat ze het wel lastig vinden om kandidaten te vinden die dan en eigenlijk willen. Ja. Jullie lijkt dat een positief verhaal. Misschien als op deze manier is het juist de meerwaarde voor mensen. Ja. Dat horen we ook wel. Ja. Kijk heel even naar de chat. Er wordt nog geen vraag gesteld, maar er wordt wel vanuit Waddinxveen door een duo hallo gezegd tegen jullie. Hallo. Dus bij deze. Maar nog niet zoveel, nog niet echt vragen. Ja. Dus ik ging nog even lekker door. Want de vorige keer waren we in Katwijk en toen werd ook gezegd dat zij het lastig vonden om meisjes naar hun werkplaats te trekken. Hebben jullie daar nog moeite mee? Of hadden jullie dat daar iets in op? Nee, ik had vorige keer ook al gechat, want bij ons, omdat we natuurlijk veel ook op scholen zijn, daar zitten jongens en meisjes in de klas. En kom je eigenlijk automatisch al, komen er meisjes en jongens. En merken we eigenlijk geen verschil in hoe leuk ze het vinden. Okay. Meiden vinden het net zo leuk als jongens. En we hebben ook wel eens workshops dat er juist veel meer meiden zijn dan jongens. Dus wij herkennen dat eigenlijk niet zo, dat er meiden het minder leuk vinden. Maar hoe dat precies komt, dat weet ik eigenlijk niet zo goed. Maar je kunt dus wel, doordat je op school komt, heb je gewoon iedereen. En ook in de wijken, komen de kinderen die in dat wijkcentrum komen. En dat zijn jongens en meiden. Ik denk dat het ook met de internationalisering te maken. We krijgen heel veel kinderen van nationals bij de makelaars. Okay. Als je kijkt naar... culturen, dan is in Nederland misschien zelfs nog een beetje dat meisjes niet een technische studie gaan doen. Maar dat is overal zo. Dat ook. Ik denk niet. Nee. Ik denk eigenlijk dat ze gewoon zien dat het heel leuk is. Ja, dat sowieso. En Lego is eigenlijk ook wel een internationaal, maar ook gewoon iedereen vindt Lego leuk. Als je met een doos Lego binnenkomt, dan gaat de hele klas juichen. Ja. En met robots is onze ervaring eigenlijk hetzelfde. Dat ze... Het verschilt denk ik ook wel heel erg weer per biep inderdaad. Wat voor contraille je zit hoe dat gaat. Ik weet wel, toen ik in Alphen bij de maakplaats zat, dat ook wel veel jongens vaak uiteindelijk degene waren die bleven hangen. Die waren de continue factor. Ja. De meisjes meer eenmalig vaak kwamen. Dat was daar ook wel opvallend. Nou, dat is wel leuk, want wij hebben, wat ik net zei, met die lijnen al wel iets zodat je kan terugkomen. Mm-hmm. Maar we hebben nog niet echt een soort clubidee dat je elke week erop kan. Dat is wel een beetje ontwikkeld, omdat wij ook veel in de wijken doen en met zomerscholen. En in de wijk hebben we, nu in de derde wijk zijn we nu bezig. Het is een pilot van een organisatie waar wij één van de aanbieders zijn. Dus je kan ook rappen. En dat is zo opgebouwd dat je 3 keer kan snuffelen, heel goedkoop. En dan bieden we eigenlijk videoverhalen aan. En als je dat leuk vindt, dan kan je erop. En dan kom je 9 weken. En dat is animatie. En dat is eigenlijk voor ons wel heel mooi dat we gevraagd werden te maken. Dat we er al wel, het stond in het jaarplan van oké, wat we nu willen gaan doen aan productontwikkeling is een club maken. Dat is nog voor ons de verdere uitdaging om dat nog meer continu te community te vormen daarin. Ja. Wat we nu ook dit jaar zijn gaan doen, zijn kinderfeestjes. Ja. En dan merk je ook wel dat daar zowel jongens als meiden op afkomen.
En ook wel heel erg leuk. En wat doen jullie dan met zo'n feestje? Ze kunnen kiezen wat ze dan willen doen, maar meestal gaan we iets van Lego Wido doen. Omdat dat, daar kun je zo lang mee spelen als je, als je wil. Ja. Tot nu toe is dat de meeste vraag naar geweest. Ja. We hebben dan gewoon gekeken, we hebben allemaal kinderen in de leeftijd van oké, je gaat naar een springparadijs of weet ik wat. Dus we hebben gekeken, oké, wat is dan ongeveer de prijs die je betaalt per kind? En dan mag je taart meenemen en dan zorg je voor een cadeautje. Dat soort dingen hebben we gewoon afgesteld dat je de andere producten. Ja. Maar, want jullie maken het vooral een afgesloten ruimte. Daar vinden dan ook altijd dan de kinderfeestjes en zo plaats. Ja, die zijn daar dan. Ja. Ja. Compact. Ja, en, het is geen vaste maakplaats in de zin van dat het op andere tijden is het een andere, heeft het een andere functie, de ruimte. Dan kunnen we studeren. Dus we hebben alles wel in een kast staan. Ja. En die kun je ook dicht doen. En dan is de maakplaats eigenlijk weg. En dan, dan wordt die ruimte voor een andere geëindigd. We hebben ramen naar de vloer toe. En daar zijn vier ramen waar je dan deze iconen eigenlijk ziet. Als een, ja, als een banner die we omlaag trekken. Dus dan zie je alleen die dingen hangen als we daarachter. Ah, dat is ook wel mooi. En we hebben ook binnenkort nog een leuke natuurlijk. Een lokale jongen. Die, zijn we nu aan het onderzoeken. Ja, die heeft veel gedaan. Ook die heeft iets verzonnen in coronatijd. Wat zorgt dat je 1,5 meter afstand houdt. Uh-huh. En die zou ook heel graag iets in de maakplaats komen doen. De moeder en hij zijn langs geweest, er meelopen en dan zijn een workshop kan verzorgen, een programmeerworkshop. Ja. Dus dan is er eigenlijk een gastdocent. Ja. Ja, dat is ook wel leuk om naar buiten te brengen, dat is een gastdocent. Er komt ook een vraag binnen. We hebben het heel kort in het begin van mij over gehad, maar er wordt gevraagd: hoe zorgen jullie voor een goede verdeling tussen geletterdheid en digitale geletterdheid, ook qua focus en interesse vanuit het team? Ja. Letten jullie daarop in de maakplaats? Jullie zeiden wel in het begin altijd met een boek om dat geletterde weer erin te brengen. Maar en binnen het team was natuurlijk meer focus op leesconsulenten in principe. Ja. Houden jullie daar echt mee bezig of is het meer een fluïde? Ja, het is eigenlijk, we hebben nu 5 leesmediaconsulenten en allemaal hebben ze het PO. Hebben ze diverse scholen, want we hebben hier meer dan 45 PO-scholen en de helft daarvan werken ook. Tables mee samen. Die zijn gewoon gedeeld over de mensen. Dus iedereen heeft heel erg die focus. En daar is het leeuwendeel is daar wel leesplezier. Daarnaast hebben we dan per LMC een specialisatie. Dus heeft iemand de kinderopvang, daar heeft iemand het VO. Marjolein heeft heel erg dan de maakplaats. Ja, okay. Eigenlijk zijn we niet bang dat de focus vertroebelt. Maar ik denk wel dat als je eenmaal bij een maakplaats workshop bent, dat moment de focus wel meer digitale geletterdheid is dan leesplezier. Maar goed, daar hebben we weer andere dingen voor en andere activiteiten die weer meer op leesplezier zitten. Verschilt wel een beetje per thema, zeg maar. Ja. Bij digitale verhalen is die link natuurlijk heel duidelijk. Mm-hmm. Want dan ga je echt vanuit een verhaal, ga je iets maken of je gaat een verhaal maken. Bij Lego en bij robotica en bij maken is het iets minder, iets minder die link. Maar we zorgen wel altijd dat er als er een maakplaatsworkshop is, en dat gaat over robots, dat er ook boeken over robots in de ruimte aanwezig zijn. Dus als de kinderen binnenkomen, kunnen ze daar even inkijken als ze weggaan. Dus daar, of als ze even iets moeten opzoeken, kunnen ze dat op dat moment ook doen. Dus dat, zo is er wel, ook zelfs bij die thema's wel. Maar de grootste, eigenlijk vooral bij digitale verhalen, die bij dat thema is de linker. En natuurlijk als er bijvoorbeeld kinderboekenweek is, dan zorgen we met de maakplaats ook heel erg dat we op dat thema ingaan. En als je het hebt dan over leesplezier, dan hebben we natuurlijk de lessen. En daarnaast hebben we ook workshops. We hebben één collega die ontzettend gave Insta-poëzie maakt. Dus we hebben ook echt wel workshops die heel erg juist op woorden zitten. En dat ook op een creatieve manier. Maar de maakplaats, daar is de primaire focus de digitale geletter. Secundaire de... Nou ja, goed om die focus ook helder inderdaad dan te hebben. En, dat je ook van jezelf weet niet heel krampachtig telkens moet zoeken van oh, hier moet nu per se... component. Maar wat we hebben gemerkt is bijvoorbeeld BSO's zijn moeilijk om binnen te komen. Maar met de maakplaats helemaal niet. Nu hebben we ook
eerder dat we zelfs trainingen geven over leesplezier aan BSO's. Dus we merken het andersom wel, dat je eerst plekken moeilijker binnenkwam. Mm-hmm. En dat dit dan net iets meer aansluit en dat je daarna ook het leesplezier. Jullie komen juist met de maakplaats dan een BSO goed binnen. Ja. En dat is niet dat ook komen ze weer met schermpjes of nee. Digitaal. Nee, ze vinden het juist heel erg leuk. Ja. Want ze zijn juist aan het zoeken naar hoe kunnen we dat op een goede, leuke manier doen. Ja. Een workshop. Kinderen vinden dat heel erg leuk om juist iets met een schermpje te doen. Maar hoe doen we dat op een leuke, educatieve manier? En niet van ga maar maar zelf aan de gang. Ja. Dus ze zijn juist blij dat het, met een educatieve achtergrond toch iets is wat ze dan heel erg leuk vinden. Oké. Tof, goed om te horen. Ja. Want vaak is de angst wel inderdaad, dan komen er nog meer schermpjes binnen. En ze zitten er thuis al zoveel op, dus we hoeven niet nog extra dit binnen te krijgen. Ja, maar dit gaat natuurlijk echt over produceren in plaats van consumeren. Ja, dat wel. Ja. En we hebben ook in coronatijd zelfs een paar workshops gegeven. Alleen aan de PM'ers die het dan meer wilden. En sommigen helemaal online en anders hybride, dat we iets naar een boek brachten en dat zij iets ophaalden. Dus we merken dat we met de persoon die over de opleidingen gaat binnen, dat die ziet daar heel veel in. Ja. Dus je moet de juiste persoon hebben. En bij één zo'n grote koepel gaat het heel erg vanuit het opleidingenverhaal. Ja, dus de juiste samenwerkingspartners vinden en die aangehaakt. Ja, inderdaad, die PM'ers die vinden het juist leuk om handvatten te krijgen. Oké, wat kan ik er dan mee en hoe kan ik dat nog meer? Jullie doen heel veel eigenlijk met groepen of plekken om jullie heen ook. Ja. Zien jullie die ook als samenwerkingspartners? Of is het meer sporadisch dat dan... Nee, het is echt samenwerkingspartners en ook een nieuwe geldstroom. Dat er natuurlijk andere partijen zijn die andere budgetten hebben. Dus dat is heel fijn voor ons, dat we op die manier gewoon mee verdienen. Maar je merkt ook dat mensen, wat ik net zei, een BSO dacht eerst niet zozeer aan een BIEB, maar door die maakplaats mensen hun diep ook anders zien. En komen we gewoon heel veel nieuwe partners tegen. Ja. Ja, maar we proberen juist eigenlijk vanuit de maakplaats ook op andere manieren kinderen te bereiken. Dus via de wijkcentra, via de BSO's, via de musea waar we mee samenwerken. Dus onze maakplaats vindt eigenlijk niet alleen maar hier plaats in de bibliotheek, maar is dus op heel veel onderweg. En dat is wel een leuk, zijn we nog niet genoemd, wat we begonnen was woensdag hier op het Stadsplein en we hebben 4 vestigingen. En wat we altijd al deden was dan de maakplaats on tour op zaterdag naar de andere vestiging. Dat we iets wat we hadden ontwikkeld gewoon makkelijk een paar keer konden doen. Dus maakplaats on tour was al een term. En nu is het dus bijvoorbeeld maakplaats on tour naar het Cobra of naar Museum Jan. Ja, dat heeft ook gewoon met hergebruik van je heel ontwikkeld. Er gaat veel tijd in. Dus het is gewoon cool als je dat kan hergebruiken. Het klinkt heel erg als heel veel positieve verhalen. Heb je ook wel eens flaters of dingen waarvan je dacht, dit had ik anders willen aanpakken of dit is niet goed gegaan bij ons? Het was natuurlijk jammer dat wij in 2019 zijn gestart en toen heel lang hebben stil moeten liggen. Ja. Dus het is nu na dat we weer open zijn gegaan, eigenlijk zijn we weer een beetje opnieuw begonnen met het weer opbouwen. Dat merken we wel, dat het eventjes tijd nodig heeft. Ja. Dat hadden we natuurlijk wel zien aankomen, maar het was wel heel jammer. Want je had eigenlijk net iets wat heel goed liep, waar je nu weer echt een beetje aan moet trekken. Dus dat is wel iets wat we merken, dat het begint nu weer een beetje wat drukker te worden. Maar het was echt in het begin dat er nog heel weinig kinderen kwamen. Ik weet niet of we dat niet goed hebben gedaan, maar dat is wel een tegenvaller geweest. Ja, maar geen heel duur apparaat aangeschaft of wat vervolgens nooit werd gebruikt. Of juist dat scholen het al bleken te doen terwijl jullie het op wilden starten. Nee, ik denk flater is een groot woord, maar wat wel het meest in de weg heeft gezeten is misschien als je op tablets werkt. Wat je net al noemde, dat je er voldoende hebt liggen, opgeladen. Dat de appjes waar je mee werkt nog worden ondersteund op de juiste tablet. Ja. Ik denk dat we wel eens een werkplaats hebben gehad, ergens op een locatie, waarbij er iets van een wifi of iets van een app niet goed werkte, waarbij je moest improviseren. Dat denk ik wel. Ja, maar dat is omdat je met die materialen werkt en met techniek, daar gaat het altijd wel eens wat in. Omdat je aankomt met 10 robots waarvan je wist dat ze allemaal opgeladen waren en er toch eentje niet opgeladen te zijn. En dat soort dingen, maar dat zijn niet echt plaatsen. Maar wel als je
Met die apparaten werkt, ja, daar heb je het gaat af en toe een stuk in. Dan, er is een keer eentje. Wordt een groot beroep op improvisatie. Ja, ja, of je komt inderdaad met mee zo. Oh, nee, de wifi ligt eruit. Ja, afhankelijk. Nou ja, we hadden in het begin bijvoorbeeld die dashrobots die daar staan, daar hadden we er 3 of zo van aangeschaft. Mm-hmm. Omdat we dachten, oh dat is leuk, dan kun je dat in een soort circuit doen. Maar uiteindelijk werkte dat totaal niet, want daar had je, dan had je die 3, de kinderen wilden zo graag allemaal met die, zeg maar, omdat die er zo leuk uitziet. En hij maakt ook allemaal geluid en heeft lichtjes en zo. Dus dan viel de rest eigenlijk, wat je dan aan de andere kant van de kamer had staan, of aan de andere kant van de maakplaats. Beetje weg. Dus daar hadden we toen op een gegeven moment, die heeft wel heel lang in de kast gestaan met z'n 3. En nu hebben we er 5 bij gekocht. Ja, okay. En nu, Nu gaat hij weer heel erg lekker. Dat is nog wel iets dat je denkt van, oh laten we er anders 1 of 2. Ja. Want dan kunnen we alvast beginnen. Maar dat bleek uiteindelijk helemaal niet zo. De hele klas inderdaad heb je gewoon vaak meer materiaal nodig. Ja. En als jullie nou moesten kiezen, waar gaat je voorkeur naar uit? Wat is je qua programmering? Welk programma of welk materiaal werk jij het liefst mee? Lego WeDo. Ja. Vind ik echt het meest. Vind ik wel uit de handen genomen ondertussen. Ja, daarom. Dat klinkt heel dramatisch. Heel blij. Heel jammer is dat. Ik hoop dat de opvolger gaan we maar eens even bekijken. Maar, daar kun je gewoon zoveel mee. En eigenlijk ook de leeftijd. Je kunt er eigenlijk al vanaf 6, 7 jaar mee beginnen. En kinderen en van de basisschool vinden dat nog steeds wel leuk. Dus, ik was ook wel fan inderdaad van Lego WeDo. Ja, je kunt er heel erg. En ook binnen redelijk tijdsbestek kan je gewoon goede dingen mee doen. Ja, en ook alle kinderen kunnen er zo mee aan de slag. Dus het is niet zo dat sommige kinderen die hebben er wat meer affiniteit mee dan anderen. Maar je merkt bij Lego, bij die Lego WeDo, iedereen kan er gewoon aan het einde van de workshop hebben ze gewoon allemaal iets gemaakt en iets geprogrammeerd. En dat is heel leuk natuurlijk, want heeft iedereen die succeservaring. Ja. Ik vind alleen altijd heel jammer dat ze het niet mee kunnen nemen. Ja, dat is een ding. En los je dat nog op? Maak je foto's? Of is dat gewoon, meestal doen we dat. Of we laten aan het einde van de workshop komen dan de ouders even binnen. En dan mogen ze even een filmpje maken, foto ervan maken voordat die uit elkaar moeten. Ja. Dan los je dat ook. Er wordt ook gezegd, als ik het goed begrijp, hebben jullie maakplaats in 1 gemeente? Hebben jullie ook plannen voor andere gemeenteplaatsen? We zitten dus eigenlijk, wat ik net zei, on tour. Ja. We hebben hier de spullen staan op Stadsplein vooral. En heel veel van die musea in Amstelveen. Maar we doen dit ook hier. In Uithoorn zitten we al een paar jaar in een soort pop-up bibliotheek. Mm-hmm. Maar gaan we deze zomer over naar een nieuw gebouw. En dat is ook met Aad Vos ontworpen. En daar hebben we een hele mooie tafel en een hoek voor een maakplaats. En daar gaf we ook een materiaal. Het is de bedoeling dat daar ook echt voor waard. Ik ben benieuwd. Ja. En, ook nog eens, En ook het greenscreen bijvoorbeeld. Dat is natuurlijk heel simpel. Maar daarvan in Aalsmeer is er al een historische tentoonstelling. Greenscreen met wat ouderwetse achtergronden en wat producten doet het ook altijd goed voor mensen die dan even op de foto gaan. Ja. Dus zelfs voor volwassen dingen. En in de Anna Kerk op het boekenfeest hebben we een keer met allemaal hele typerende boekenachtergronden. Dat je op de foto kon met jouw favoriete boek. Ja. Dus ook heel laagdrempelig kun je dat soort elementen. Simpel, maar toch. En dat doen we in alle gemeenten gewoon. En want er wordt ook nog gevraagd, inderdaad, zijn scholen bereid om te investeren in digitale geletterdheid? Worden de workshops dus kostig vanuit de scholen of vanuit de gemeente? Of is het gratis? Nee, bij ons betalen scholen altijd. Maar het ligt eraan welke gemeente. Want 2 van de 3 gemeenten, daar mogen wij onze lessen gesubsidieerd aanbieden. Omdat in het totale subsidiebedrag dat wij zitten, wordt gezegd, hiervan mag je ook onderwijs op gunstige manier bedienen. Dus de gemeente Uithoorn heeft zelfs een deze mediaconsulent als combinatiefunctionaris. Dus dat is een manier hoe zij bijdragen. Dat betekent dat waar wij in die gemeentes via de bibliotheek op school samenwerken, dat de school wat betaalt, maar een lager bedrag dan het. En de gemeente en wij dragen dus echt. En heel veel van de digitale geletterdheidlessen bieden we echt aan dat je met ons die structurele samenwerking aangaat van de bibliotheek op school. Onze soort upsell manier. En omdat we het liefst echt die samenwerking willen hebben. Ja. We hebben een tijd wel nog, dat noemden we dan de lekkermaaklessen.
paar maakplaatslessen aanboden aan alle scholen. Okay. En sommige scholen zijn inderdaad toen ook Deenbosch school geworden. Maar die hebben nu het komende jaar bedacht, dat doen we niet. En de eerste vraag zijn er al over binnengekomen. Scholen die zeiden, dit kon ik vorig jaar wel. Ja. Dus we zijn op die manier, maar ze betalen altijd iets scholen. Ja. Want binnen Deenbosch hebben jullie dan ook dus dat je maakplaatsuren daarvoor kan inzetten? Ja, ja, je kan, hè, je kan lessen afnemen die wij al dan niet op maat maken. En je neemt LMC-uren af. En die LMC-uren kan je afnemen voor leesplezier, voor het leesplan, maar ook voor media. Ja, want wij zijn leesmedia-consulenten. Ja, ja, ja. Heel veel bibliotheken hebben leesconsulenten en een media-coach-coördinator. Ja, ja. Maar bij ons zit het dus in één. En dus wat wij ook doen, wij maken met de leescoördinator op een school een leesplan. En met de media-coördinatoren of... dan ook heten op school, ICT-coördinator, maken we een mediaplan. Ja. En gaan we dus kijken van wat zijn jullie behoeften op dat gebied. Zijn die uren dan ook inwisselbaar? Of is het wel, ze hebben zoveel voor het mediadeel en zoveel voor het leesdeel? In het jaarplan wordt wel dat laatste afgesproken, zoveel uur. Maar we hebben wel eens jaren gehad, bijvoorbeeld dat de ICT-coördinator ziek was. Of weet ik wat, hè, dat ze zeiden, we krijgen de ICT-uren niet op, maar kunnen jullie nog wat meer? Dat is gewoon, dat bespreken. Ja. Want ze zijn in principe per school, zijn die kosten voor die uren hetzelfde. Die subsidieregeling is per gemeente anders, maar niet binnen een school anders. Maar de verdeling is wel heel erg anders per school. Sommige scholen die zijn veel meer bezig met leesplezier en willen daar ons vooral voor inzetten. Mm-hmm. Zeg maar die doen eigenlijk helemaal niks aan digitale geletterdheid of een heel klein beetje. En andere scholen zijn juist, die zijn zelf heel ver al op het gebied van leesplezier. En die zeggen, we hebben eigenlijk daar niet zoveel uren voor nodig. We willen juist dat mediaplan wat beter op de rit krijgen. En we zetten daar dus veel meer uren. Hoe bepaalt dat samen met ons zelf? En dan hebben de leesmediaconsulenten hebben gewoon zoveel uur per school. En dat mag dan daarbinnen vrijer ingevuld. Nou nee, dat wordt wel afgesproken al inderdaad voor lezen. En we hebben dus soms ook dat er op school 2 leesmediaconsulenten. Lijna, wat ik net zei, heeft heel erg die focus op het maakplaats. Ja. Dus soms is er een school wat zo'n groot contract heeft, dat het lezen bij een andere collega ligt. Okay. En dat Marjolein alleen het mediadeel doet. Het heeft echt gewoon te maken met hoeveel uren heeft iedereen nog beschikbaar. Hè? Want we hebben accountgesprekken deze periode. Dan worden die afspraken gemaakt voor het komend jaar. En dan kijken we altijd van, oké, zijn er nog weer scholen bij die Deenbosch worden? Dat betekent dat we moeten gaan schuiven met de scholen die je nu hebt. Want het moet voor iedereen natuurlijk behouden. Ja. Goed om deze constructie ook eens te horen. Het is heel anders per bibliotheek. Elke bibliotheek heeft het weer anders opgezet. Maar wij doen het dus op deze manier. En dat is dus niet een vast pakket wat een school afneemt. Maar het is echt, we gaan in gesprek en we gaan kijken waar zit op dit moment de grootste behoefte. Daar gaan we dan mee. En die gesprekken doen jullie ook allemaal zelf? Of is dat één account manager die... Nee, doen we zelf. Ja, bewust voor gekozen echt. Welke uren doe je dit allemaal? Ja, daar hebben ze gewoon ook uren voor. Want bij ons zeggen we gewoon accountgesprekken. En ook dat de directeur van strategisch advies voorzien. Dat doet de leesmediaconsulent. En waar we wel natuurlijk kunnen uitwijken naar onze AIM-collega's. Ja. Is bij de lessen die geen maatwerk zijn. Die ook bij de niet-Deenbosch-scholen worden gedaan. Die worden heel veel ook door andere collega's gedaan. Okay. Maar het is best wel druk. Het is druk. Het zou fijn zijn als er een soort roostersysteem was wat het makkelijk maakt. Nou ja, dat is het. Het is natuurlijk niet alleen maar die lessen en goed plannen. Maar het is, nu zijn we echt vooral bezig met waar moeten alle materialen zijn op welk moment. En dat is nog wel een puzzel soms. Ja, dat logistiek inderdaad. Dan moeten ze daarheen, maar dan moeten ze wel opgeladen zijn. En dan moeten ze dan vervolgens daarheen. En misschien kun je elkaar nog kruisen onderweg. Dan nemen jullie zelf ook weer mee in de auto. Dus we hebben ook een app waarin vaak staat, ik heb dan en dan dit daar en daar nodig. Waar zijn ze? Ja, dat is wel, dat naar mijn maakplaats denk ik wel een van de grootste dingen. Als je ermee op pad gaat, hoe je dat allemaal zien. Veel zijn die kisten ook af en toe moeten We zijn nu wel op zoek en we lijken een roostersysteem te hebben waarin het inplannen van lessen door mensen zelf gedaan zou worden. Zou onmakkelijk kunnen zijn, maar ook daar is er geen oplossing nog voor tablets, voor resources. Ja, en omdat onze lessen daar zo vaak gebruik van maken, moeten we dat wel kunnen hebben. Ja. Daar ligt nog een uitdaging. Dus als iemand een heel goed systeem weet waar je dat heel goed waar je het allemaal kan doen. Excel bestandjes. Ja, nee, liever niet.
En inspiratie voor nieuwe programma's en dergelijke. Haal je dat zelf online? Kijk je bij andere bibliotheken? Hoe gaan jullie daarmee om? Ja, eigenlijk allebei wel. We volgen allerlei workshops van jullie of inspiratiesessies. We kijken inderdaad online veel mensen, zeg maar, online blogs en dat soort dingen. Maar iets meer uitwisseling tussen bibliotheken zou natuurlijk ook heel fijn zijn, omdat we dan elkaar weer daar een beetje in helpen. Dat merkte ik in het begin wel, dat ik dacht, wij zijn hier nu mee bezig. Er zijn zoveel bibliotheken mee bezig. En het begint nu wel een beetje dat inderdaad door dit soort dingen, dat er weer wat meer uitwisseling is. Ja, en je ziet ook wel iets meer, dat het nu wat meer weer aan het starten is. Natuurlijk na de hele lockdown en alles. Maar er komen steeds meer vragen van alle kanten ook. Laatste dingen. Wat is er met dat ene platform? Ja, dat is een beetje... Makerstream of wat bedoel je? Ja. Dat waar is volgens mij nog opkomt. Ja, maar dat is volgens mij wel, zou dat wel uitgedrukt. Ja, het is er nog steeds. Maar volgens mij zit er ook wel subsidie achter, dus ik ben benieuwd of daar nog vaart achter zit. Die weet ik niet zo precies inderdaad. Ja. Het zou kunnen dat het er nog is, maar dat de drijvende kracht er niet meer is. Ja, want volgens mij wordt er verder weinig op geüpdate of iets. Ja, dat, als zoiets langs komt, dan zitten we er gelijk. Ja, want jullie hebben daar ook video's op geplaatst. Ja, dat heb ik nog gezien. En als je nog een vraag wil stellen aan andere bibliotheken, stel je wil één vraag beantwoord hebben of die wij mee kunnen nemen naar volgende keer zijn we bij Rijn en Venen, dus Alphen. Wat zou je dan willen vragen? Wat wil jij graag beantwoord hebben? Want je had het net al over het roostersysteem. Denk ik dat die een stuk specifieker is dan... Ik heb nog wel net eentje bedacht. Want we hadden het net over die kleuters. Ja. Dat zou ik nou wel eens met andere biebs over willen hebben. Hoe je nou goed... een maakplaatsworkshop voor kleuters zou kunnen maken. Want we hebben wel Botje Bij en die wordt wel veel gedaan. Maar dat is eigenlijk wel... En die robot voor kleuters, daar zijn we nu met al die verschillende robots zijn we ook wel mee bezig. Maar ik zou wel daar nog iets meer inspiratie voor willen hebben. Met die kleintjes, hoe je daar nou goede maakplaatsworkshops... Ja, het is ook altijd wel een lastig inderdaad. Hoe lang ga je met ze, wat kunnen ze? Maar wel een leuk onderwerp om een keer over... En dan is het in een maakplaats, want wij vragen vaak bij bijvoorbeeld die hele kleine wel of de ouders erbij kunnen blijven, zodat die kunnen helpen. Maar we willen het ook graag in een klas kunnen aanbieden en dan heb je die ouders natuurlijk niet. En dan heb je wel 26 tot 30 kinderen. Ja. Wat dan? Wat bieden jullie nu dan aan klassen met jonge kinderen? Bordje bij, en we doen ook wel Duplo Storytales, maar dat is eigenlijk hebben we nu gezegd voor de volgend jaar gaan we dat niet meer doen, want het is zo arbeidsintensief. 3 mensen hebben om dat te regelen in een uur. Of iets met fotografie of dat niet? Nee, ze niet. Nou ja, die Storytales is met fotografie, hè. Dan bouwen ze iets en dan maken ze daar een foto van. Ja. Verder komen we eigenlijk nog niet op dat. Nee, ik zou wel benieuwd zijn nog, hè, we noemden net al van wat als je erop zit, een club, hoe je dat faciliteert. Ja, die zijn er volgens mij ook nog niet zoveel inderdaad. Het is heel vaak toch of een knipkaartje dan dat sommigen hebben of gewoon naar de maakplaats. Echt een club. Ja. Die leuke om nog inderdaad verder uit te rollen. Ja. Er wordt ook wel gezegd, uitwisseling en samenwerking is een eeuwig thema voor bibliotheek. Ja. Nee, we hadden de 19e hadden we een soort online kennisdeling voor maakplaatsen ook. En daar werd ook veel in uitgewerkt. Dus er werd positief op gereageerd. Dus misschien dat we die ook nog... Kunnen we hopelijk ook nog meer uitwisselen. Ja. Ja, waarom zou je zelf het wiel uitvinden? Als er al genoeg goede ideeën en dergelijke. Ja. Hopen. Ja, het is fijn. En jullie zijn al heel eind. We hebben ook al heel veel besproken. We zijn al 3 kwartier aan het kletsen. Ik weet niet of jullie hebben. Dus ik weet niet of jullie nog heel veel willen vertellen. Nog prangende zaken hebben die je graag nog de wereld in wil slingeren. Je zegt, dit moet iedereen weten. Of mensen hier moeten hier komen kijken. Je had het over blogs en dergelijke die jij wel leest om up-to-date te blijven. Heb je daar een specifieke van waarvan je zegt, hier moet je zeker naar kijken? Een nieuwsbrief. Sowieso die van jullie. Dus lees allemaal de blog van jullie. Nee, ik zal eens even kijken. Ik weet het allemaal niet zo helemaal uit mijn hoofd. Dus ik zal eens even kijken. Als ik nog een lijstje heb, dan zal ik die eens even delen. Dat is wel leuk.
inspiratie. Iedereen haalt overal ergens inspiratie vandaan. Ja. Maar waar doe je dat? En ga je ook internationaal kijken of is het wel vooral binnenlandse? Nee, ik probeer het wel een beetje in Nederland ook te zoeken. Ja. Dat ik dan denk van ik wil eigenlijk het liefst ook zo makkelijk mogelijk. Dat je ook gelijk een idee hebt van, oh ja, zo kan ik het gebruiken. En heel vaak is het als je het internationaal ziet, weer net niet op onze, op onze situatie. Een idee een keer naar zou bij zijn. Mooie excursie. Nog? Ja. Op werkbezoek. Goed idee. Ja. Bij deze, ik wil best mee. dan denk ik dat we langzaam een beetje richting een einde gaan breiden. Er staat nog heel veel denk ik op, maar we hebben ook heel veel al besproken. Dus mochten mensen nog prangende vragen in de chat willen gooien, dan is nu nog je kans. En anders weet ik jullie ook te vinden, mochten er nog achteraf vragen binnenkomen. In ieder geval leuk dat ik hier dan mocht zijn bij jullie om hierover te kletsen en te bekijken wat jullie allemaal hebben. Jullie hebben echt veel staan. Leuk om te zien. En leuk om die ook te... Die ken ik dus nog helemaal niet. Maar, nee, zeker leuk om... Jij bedankt. En dan ga ik zo even denk doorschakelen naar de drie korte nieuwtjes die ik nog heb. Ja. En dan gaan we hem weer afsluiten. Oké. You are dismissed. Bedankt. Ik zet hem hier even om naar de... basis. Jullie zijn ondertussen uit beeld. Eventueel nog wel hoorbaar, maar dat moet goed komen. Jullie zagen, we zijn nog steeds bij Bibliotheek Amsterdam om te kletsen over de Maakplaats. En hopelijk hebben jullie er behoorlijk wat informatie of inspiratie uitgehaald. Ik vond het in ieder geval leuk om te horen hoe het hier aan toe gaat, want het gaat bij elke bibliotheek er weer heel anders aan toe. En dan heb ik jullie nog een paar korte nieuwtjes te vertellen. Hier zien jullie al één in beeld. Ze verschillen een beetje van inderdaad digitale geletterdheid. En deze is dan toevallig meer gericht op leesvaardigheid. Want Cubus heeft een publicatie geschreven over hoe je nou het leesgedrag bij jongeren kan prikkelen. En daar hebben ze allemaal onderzoeken en actualiteiten bij elkaar verzameld. De link gooit Edo als het goed is zometeen in de chat. Dus daar kan je hem downloaden. En er wordt heel erg... te laten zien hoe je kan inhaken op de belevingswereld van jongeren. Dus er komen Netflix-series voorbij. En dat eigenlijk altijd maatwerk is bij deze doelgroep. Zo een lastige doelgroep, maar met deze publicatie kom je denk ik een heel eind om dat heel leuk aan te pakken. Dus zeker waard om even te lezen. Wat hebben we dan verder nog? Misschien hebben jullie het wel voorbij horen of zien komen dat natuurlijk de Kamerbrief basisvaardigheden. Die is laatst naar buiten gekomen. Digitaal net in het curriculum komen, toen weer niet, toen duurde het weer. Maar nu lijkt het dan toch wel weer iets concreter te komen, te worden. En dat komt mede door die Kamerbrief waarin de basisvaardigheden dan aangeraden om daarmee aan de slag te gaan. En eronder vallen taal, rekenen, wiskunde, burgerschap, maar dus ook digitale geletterdheid. En ze willen dus binnenkort daar een plan mee gaan maken of mee beginnen. Dus het is nog niet zo dat het direct erin staat. Er moet eerst nog van alles uitgezocht en gedaan worden. En daar gaan ze mensen voor zoeken om daarover mee te denken. Maar het lijkt nu toch wel weer iets concreter. 31 mei komt er nog een nieuwsbrief van ProBiblio uit waarin Lisa hier een stukje over heeft geschreven. Dus dan kan je het allemaal nog even goed nalezen. En heeft ze ook een aantal praktische zaken neer. Wat het nou echt voor de bibliotheken gaat betekenen. Dus hou die zeker even in de gaten. En dan volgens mij alweer het laatste nieuwsje, wat wel leuk is om te horen, is dat Nederland volgens het CBS koploper is op het gebied van digitale vaardigheden. Blijkbaar doen we het heel goed. En bij de BIEB hebben we natuurlijk ook heel veel, besteden we er heel veel aandacht aan. Dus ik vind dat we onszelf daar ook wel een beetje mee op de schouders mogen kloppen. Maar Nederland doet het heel goed. Daaronder staat Finland. En wij zijn dus eigenlijk op nummer 1 in die zin. Blijkt wel dat er grote verschillen zijn tussen leeftijdsgroepen en ook opleidingsniveaus. Zo zijn 25 tot 45-jarigen is 64% meer dan basisvaardig. Die kan heel goed uit de voeten ermee. Terwijl 65 tot 75 jaar dat maar 28%. Er is ook zeker nog wel wat te winnen, ondanks deze positieve cijfers. Het onderzoek heeft Ede ondertussen ook in de chat gegooid. Ook die kan je nalezen als je nog wat dieper erop in wil gaan. Er staat bijvoorbeeld hoe ze digitale vaardigheden toetsen en dat doen ze op het gebied van 5 gebieden, waaronder dus informatie, digitale geletterdheid,
communicatie, privacy, softwaregebruik en computers en online diensten. Daar gaan ze nog verder op in. Dit kwam heel even kort al aan bod. We hebben dus een kennisdeling maakplaats gehad vorige week. Ook hiervan komt in de nieuwsbrief een klein verslagje. Dus die kun je na gaan lezen, maar was volgens ons wel een succes. Dus mocht je ook nog meer behoefte hebben aan uitwisseling naast deze Twitch-sessies, dan kan je daar in ieder geval deze in de gaten houden. En hopelijk bij de volgende aansluiten. Die staat nog niet gepland, maar ik denk wel dat er een vervolg gaat komen. En tot slot wil ik jullie nog op de proeverij mediamateriaal voor de kleintjes wijzen, die 13 juni al is. Kan je nog vragen. En de kenniscirkel Digitaal Burgerschap, die 23 juni is in Beeld en Geluid in Den Haag. Tof programma voor elkaar. En dan zijn we toch alweer gekomen bij het einde eigenlijk van de Twitch. Hier zien jullie nog staan wat de komende Twitches eigenlijk zijn. Dus de volgende keer, 12 juli, zijn we te vinden bij Rijn en Venen. Nou ja, gaan we hen eens uithoren over hoe het er daaraan toe gaat. En we gaan nog naar Bibliotheek Gouda en Bibliotheek Groene Twee. Die komen allemaal nog voorbij de komende maanden. Voor nu wil ik jullie bedanken voor het kijken. Leuk dat jullie er waren. Dat er een aantal vragen in de chat kwamen, was ook heel fijn. En ik hoop jullie in ieder geval 12 juli weer te zien. En dan wens ik jullie nog een hele fijne middag toe. En tot de volgende keer.